We hebben in 2015 de basis gelegd voor het verder verbeteren van de Rabobank richting 2016 en de jaren daar voorbij. Ons doel is om de bank te zijn die het dichtst bij staat bij zijn klanten. Zowel fysiek als virtueel op de belangrijkste momenten in de levens van onze klanten. We hebben dat gedaan door 3 dingen goed te doen in 2015. Allereerst zien we in de klanttevredenheid, de waardering van onze klanten voor de Rabobank, een aanzienlijke verbetering over het afgelopen jaar. Dat is mooi, daar zijn we dankbaar voor, maar dat is nog niet genoeg. Wij zijn nog niet tevreden. Het tweede wat we gedaan hebben is een verbetering van het financieel resultaat gerealiseerd. Dat is voor een belangrijk deel tot stand gekomen door de daling van kosten van kredietverliezen. En dat komt weer door het verder verbeteren van de Nederlandse economie. Al met al hebben we een 20% stijging van de winst kunnen laten zien. En daar zijn we ook dankbaar voor. Dit zetten wij vooral in om de bank verder solide te maken en dat voor de toekomst ook zeker te stellen. Het derde wat we hebben gedaan is een aantal belangrijke innovaties doorgevoerd voor de dienstverlening van onze klanten. Zo hebben we voor de particuliere klanten de Rabo Wallet, de Rabo Bankieren app en de Smartpin geïntroduceerd. Voor onze zakelijke klanten hebben we gezorgd voor het concept dat heet financieel regisseurschap. Waarmee we eigenlijk kunnen zorgen dat onze zakelijke klanten meerdere vormen van financiering kunnen krijgen en wij daar als regisseur in optreden. We hebben ook onze positie in de wereld, waarbij we een bijdrage leveren aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem, verder versterkt door onze FNA-bankieren, voedsel- en agribankieren in de wereld. Al met al hebben we met deze 3 dingen de basis verder gelegd voor het verbeteren van Rabobank richting de toekomst. We zijn over het afgelopen jaar ook omgevormd tot 1 coöperatieve vereniging. 1 coöperatieve bank die als coöperatie sterker is en als bank sterker is. En daarmee leggen we de basis voor een zeer klantgerichte, zeer solide en duurzame bank voor de toekomst.